Zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Simon de Remers. Mijn naam is Bea. Maak er weer een leuke dag van en veel kijkplezier op deze nieuwe vlog. Jawel. Oh. Ja, er zijn dus effectief vandaag twee vlogs online komen, want ik ben er nu momenteel mee bezig. Voor die in elkaar te steken. Want ik was die vergeten in elkaar nog te steken en te uploaden. Jawel mensen, je hoort het goed. In elkaar te steken en te uploaden. Zij is zich ook bezig aan het houden op de computer. Hupsatree, ik ben nu al mijn videobestanden aan het nemen. Voortgang 0%. 17. Dat is toch 33. Dat is toch speaker aan mijn koptelefoon? Ja. Oké, dan weet ik dat dat is. Dan moet dan de bankje niet meer aan u te vragen. Oké. Hallo kijkers, sorry dat ik net niet keek. Nog iets te vertellen? Alles goed met jullie, met mij wel. Laat het hier in de comments weten als het goed gaat. Ja, zeker in deze periode maak ik me wel zorgen daarover. Over hoe mensen zich voelen. Ja, ik ook hoor. Ik wil ook weten hoe het gaat met mijn kijkers. Dus hoe gaat het eigenlijk met jullie? Laat het echt in de comments weten hoe het gaat met jou. Gaat nog alles heel goed? Volgen jullie de maatregelen op die zijn voorgelegd? Noem maar op. Ik wel, want ik ga zelfs naar Altecona toe met een mondmasker. Tot straks allemaal, joe. Ook even gewoon langs mijn brievenbus nog eerst passeren. En ik zag juist de postbode. Nee, geen post. En ik moet snel zijn, want die buienlijn mag jullie daar zien. Ik weet niet of jullie het goed gaan zien. Nee. Er is dus een... Ah jawel, nu juist even wel. Dus als ik het even zo doe en zo, dan zien jullie die buienlijn. Die is naar hier aan het trekken, dus ik moet redelijk snel zijn. Zelfs word ik nog, misschien nog nat. En dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Nee, dat wil ik zeker niet. En voilà. Kom maar hier maar mee, hè. Voilà. Ja. Dan zal ik het subiet wel lezen. Ik heb geschreven, mijn lieve maatje. Chris heeft juist nog iets gestuurd naar mij toe. Ik weet dat daar nog eentje voor staat, ziet je? Even manoeuvreren, manoeuvreren, manoeuvreren. Dus even kijken als mijn schatten aan het raam staat. Nee. En ruitwisser, je moet stoppen. Ja, oké. En dan nog vandaag gaan we ook weer al wandelen. Jawel, het gaat vandaag een fantastische weer zijn. Die kant is het mooie weer al op komst. Dus en mijn maatje is ook op komst. En dat zijn de goede mensen. Hallo van, en niet mee door. Voorrang van rechts. Jawel, jullie doen het goed. En ja, mijn schatje is er niet bij. Mijn schatje is thuis gebleven. Die is een lekkere koffie aan het drinken. Ik ga zelfs een lekkere chocomelk drinken. Ik heb een redelijke grote bestelling gedaan. 4 vierkantige eclairkes en 4 gewone eclairkes. Een keer doen op mijn achteruit, voilà. Ai. Ik heb toch weer al prijs. De eerste prijs heb ik weer gewonnen en dat is rood licht. Ik kan weer al stoppen. Ah, yippee-ki-yay. En dan blijft maar volle kut komen.
Ja, het is nu nog maar, ik ben nu nog maar bezig met een essentiële verplaatsing. Dus ik ben nu naar Attekorn gegaan, want ik heb voedsel nodig. Dus jullie gaan dan, en jullie moeten niet gaan beginnen te zeggen van, je zit weer aan het verplaatsen in deze coronatijden, dat mag niet, dat. Ja, waar. Mocht u nog altijd blijven verplaatsen. Maar het gaat wat moeilijker zijn deze tijden. Oh, daar is een betere plaats. Waarom moet je u moeilijk maken als het ook makkelijk gaat? Alessa, hup, dat drie. Mondmasker aan. En dan even naar op de corner. Tot zelfs. Yo! Kijk eens, ik ben weer een goede natuurwandeling hier bezig in Balen. Maar ik had dan ook weer een goede gracht gemaakt. Stel dat zelfs mijn mama moest bellen voor de was te brengen. Dan, ze hebben het nog verstrengd. Ik heb juist nieuwe regels binnengekregen van corona. Ik ben blijkbaar nog bezig. Dat gedoe van corona gedeelte is niet leuk. Nee, dus ik ga nu over het natuur hebben. We zitten hier in Balen. Maar als mijn mama moest bellen voor vragen voor... Breng eens de was. Nee, sorry. Of nee, ze staat in één keer bij mij thuis. Zo was het. Ze staat dan bij mij thuis. Ja, sorry. Hè. Ik ben aan het wandelen in Balen. Hè. Dat is toch Balen, hè? Dankjewel. Balen. Nu zijn we een wandelroute aan het doen. Van om de beide 7 en nog wat kilometers. Pak 8. En het is hier ook wel echt heel schoon. Kijk eens hier. Wauw. Is het klei overal uit? Ja, mijn schatje is er ook bij. Maar we houden goed voldoende nast. Allee, mensen. Tot zover zijn geniet weer al van...
vandaag in de dikke truiendagen. Of wil je mee zijn? Ja, voilà, dat wil ik juist niet zeggen. Zeg, hier is de flitser, hè? Beste YouTubers, hier ik weer over Castiop. Castiop is teruggevonden in, blijkbaar in steen, maar jammer genoeg moet ik ook wel het slechte nieuws vermelden. Jullie mogen hier echt voor rouwen, ook onder deze video. Ik weet niet hoe ik het moet gaan vertalen. Ik vind het heel erg wat er is gebeurd met Casper Castiop. We hadden heel veel hoop dat hem nog leeft, maar bij deze is alle hoop nu volledig weg. En ze hebben Casper gevonden, blijkbaar in steen. En ik ga ergens een nieuwsartikel erbij nemen. Welke? Het maakt niet uit, het laatste nieuws ga ik erbij nemen. Dat is een standaard. Hier, de vermiste Hasselse vlogger Casper Castiop Prubalski, 22 dood, teruggevonden. De Hasselse YouTuber Castiop Prubalski is dood teruggevonden. Dat bevestigt het parket. De 22-jarige vlogger was al meer dan een week vermist. Dat klopt. Casper verliet op vrijdag 22 oktober zijn ouderlijke woning en bleef daarna, ondanks verschillende opsporingsberichten, spoorloos. Een grote zoekactie leverde er lange tijd niks op, maar vanmiddag werd de jonge man toch gevonden. Voilà. Dat, dan klik je hier op lees meer. Ah oh, nee, gaat niet. Oké. Okay. Dus dat staat in het laatste nieuws. Dan ga ik ook het Belang van Limburg er even bij nemen. Het Belang van Limburg.be. Kijken als daar nieuws is over Casper, Caspiop, ja. En dat is ook wel een betalende artikel, jammer genoeg. Het vermiste Casper, beter bekend als Caspiop, is de artiestennaam waaronder hij op YouTube-video's maakte. Is zaterdagmorgen dood aangetroffen in het Nederlandse dorp Steen. Dat bevestigt het parket van Limburg aan onze zusterkrant Het Nieuwsblad. Het bekende vlogger was al sinds vrijdag 23 oktober vermist. En als iemand die artikel kan unblokkeren, mag die dat ook doorsturen. En dan zeg ik dat ook nog wel integraal in deze filmpje. Bij deze hoop ik dat jullie allemaal op de hoogte zijn gekomen. En elke fan, elke familielid, vrienden, noem maar op. Heel veel sterkte in deze verwerkingsproces. We hadden zoveel hoop nog dat hem nog leefde. Maar bij deze is het nu echt definitief bevestigd dat hem is heen gegaan. Ik zal het zo zeggen. Mensen, ik hoop niet dat ik nog ooit zo video's moet maken over YouTubers. Hou je sterk. Heb je gedachten over zelfmoord of noem maar op. Daar zijn altijd instanties. Dus als je zelfmoordgedachten hebt, bel dan het nummer 1813.
Of praat erover met uw vrienden, familieleden, noem maar op. Of ga naar Schaltfocus, wat. Daar kunnen jullie ook nog altijd terecht op de chat om uw gevoelens dan te uiten. Ciao. En heel veel sterkte, mensen. Hallo mensen. Ik ga het even hebben over Castiop. Jullie hebben misschien al het filmpje zien verschijnen op mijn YouTube-kanaal. Je ziet het hier ook. Nergens geen affiches meer van Casper. Uit respect. Hij is tot een stein gereden in Nederland. En daar hebben ze hem teruggevonden met auto en al in de Juliana-kanaal. En dat doet mij toch wel iets omwille van het is ook een YouTuber. Ik kan het niet begrijpen. Echt niet. Maatje, hou je hier heel goed hierboven. Hierboven, hè. Want het gaat hier goed. Ik heb het er ook wel moeilijk mee. Omhoog van, dit heb je allemaal niet verwacht. Echt niet. En ja, ik heb het er wel moeite mee om het los te laten. En ik wens echte familieleden, vrienden, fans van Castiop, de nieuwe fans van Castiop, heel veel sterkte in deze moeilijke tijden, ook met deze coronatijden. Oh, is het wel moeilijker. Ik ben nu onderweg naar de frituur Het Rondpunt in Alken. Ik heb mijn bestelling bij. Yay. Oh, ik zal ze even... Jullie vragen niet over, wat hebben jullie allemaal besteld? Oké, ik ga het even voorlezen. Een mini frit, mayo, currywurst speciaal met tomatenketchup. En dan nog een berenhap met een mini frit mayo. En dan nog een mini frit en twee frikandellen. En mensen, stop ook met hamsteren, want dat is totaal ook niet nodig. Dat wordt hier nu ook weer in België opgeroepen om niet te hamsteren. Ja. We gaan nog zelfs al nog lekker eten. Dan gaan we nog een aflevering spoed kijken. Dan een aflevering van Stuk TV. Jawel, Enzo Knol is vandaag aan de beurt. En het schijnt dat hij het wel heeft gedaan. Ja. Dat hem soms zo nipticus er vanaf was. Voor te zeggen van dat hem gevat werd. Maar hij is niet gevat, denk ik. Ik moet dat bezien dus. Ik ga het zelfs kijken nog. Want het is nu nog 16:38. En dat ben ik stuk te veel. Oh, echt waar. Dat gaat een bom zijn om 5 uur. Er heel veel views voor stuk TV. Waaronder al eentje van mij. En er is eentje voor. Juppie. Voilà. Ja. Dus ik zie jullie allemaal subiet terug. Yo. Voilà. Ik heb de frietjes van de frituur mee. En nu ga ik terug richting mijn appartement. En één ding zeg ik je. Mijn filmpje wordt heel veel bekeken. Ik ben het niet aan het doen voor de views. Echt niet. Ik wil dat gewoon gebruiken, ook om een weg te uiten om medeleven te betuigen bij deze. Dat masker mag eigenlijk af. Hè. Ik ga de filmpjes van hem toch wel missen. Want hij deed het wel echt heel goed. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Dus de positieve punten waren echt mooi afgeleverde video's. Echt waar, man. Mooi.
altijd aan de positieve dingen blijven denken. Heb je nood aan een babbel of zo, ga dan naar Awel toe. Dus daar kun je een goede babbel doen met een van de chatters. Of bel naar de zelfmoordlijn 1813. En doe een praatje met ene en gooi. Verlucht uw hartje. Ik zal zo zeggen, verlucht uw hart. En dan gaat alles wel in orde. Even naar omlaag, want hier mocht je maar 50. Ik was 70 aan het rijden, want daar mocht je nog 70. Nee, je begint eerst met 50. Dan heb je terug een stuk 70. Dan een stuk 50 opnieuw. Dan een stuk 70 opnieuw. Dan zit je hier al aan station Alken. Dan vanaf hier is dan terug 50. Dan iets verder is het 30. Iets verder is het dan terug 50. Dan iets verder daarop is het terug 70. Zo is deze baan. Oh, oh. Heel veel getalletjes, hè? Van 70, 50, 30. En ik zeg die, oh, die lucht is zo, oh, zo mooi. Ah, wel, als er een gemeentehuis in Hasselt zo'n rouwregister wordt gelegd, ik ga er naartoe. Ik ga ook daar iets inschrijven in het boek. Ik ga dat voor mijn eigen houden. Alleen de familie, vrienden en de fans mogen dat dan daar weten als ze het gaan aflezen. Dus ik weet het niet. Voilà. Ik ben terug in mijn appartementje. Joepie! Voilà. Hupsa, jullie gaan mee. Ja, jullie gaan mee. Ik zal even kijken of ze mij al hebben gezien. Nog niet. Nee, nog niet. Oh, mijn broek zakt ook eens keer af. Dan gaat het regenen, hè, zeggen ze. Als de broek afzakt, gaat het regenen. Voilà. En hier nog de frietjes. Voilà, die leg ik hier op mijn arm. Dan kan ik perfect de deur toe doen en sluiten. Ik hoop dat ze het nu van bovenuit open doen. Want ik moet continu mijn broek omhoog trekken. Voilà. Is genoeg weer bellen. Ik ga zeggen dat de leverancier. Ja, de leverancier is hier. Nee, die is niet open gegaan. Nu wel. Dat is soms hier zo raar die deur hier niet open wilt. Oh, mijn broek weer al. Dag, nu zijn ze mij op aan het wachten, hè? Maar toch niet. Ik kan zo binnen. Goedendag. Goedendag. Maar je bent geen leverancier. Lieft? Je bent geen leverancier. Je bent geen leverancier. Nu is het goed gezegd. Oei, de kleurtje is toch niet weg? Telkens als je gezellig bent om te eten. Ah, oké. Okay. Ja, oké. Dan ga ik dit hier zo doen. Voilà. Dus ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo. Ik ga nu de vlog afsluiten. Heel, heel, heel veel bedankt om een deel uit te maken van mijn leven. En... klopt. Bij deze sluit ik de vlog redelijk vroeg al af. Het is nog maar 18:26. Ja, ik heb het moeilijk rondom de terug. Ja, dat ze hem terug hebben gevonden. Maar in het slechte nieuwsvorm bij deze. Bij deze wil ik het dan ook even tijd nemen, ook voor mijn eigen... dat ik het toch ergens een plekje kan geven bij deze. Heel veel bedankt. Doe hem.
Duimpje omhoog. Vergeet hieronder niet te abonneren op het kanaal en op het belletje, want dan blijf je op de hoogte van een video online komt. Dat precies dat ik het allemaal had gezegd, maar mijn schatje heeft alles gezegd. Waar, hè? Ja, maar ze herkennen mijn stem, hè? Hopelijk wel. Kennen jullie haar stem? Laat het hier in de reactie weten. Tot morgen. Of wil je nog iets zeggen, schat? Tot morgen zonder zorgen. Doedels. Ah, fuck. Als jullie dat hebben gehoord, ik heb niet gefluisterd, hè. Salut.